Deze video gaat over het gezegde. We beantwoorden twee vragen. Allereerst, wat is een gezegde? En ten tweede, welke twee soorten gezegdes bestaan er? Lees deze fiche over de ijsbeer eerst rustig. Beantwoord daarna de vragen. Wat is het onderwerp in elke zin? Wat is een ijsbeer? En wat doet een ijsbeer? Deze video wordt zo meteen onderbroken met een vraag. Maar je kan terugspoelen om dit beeld te herbekijken. Wat heeft dit nu allemaal met het gezegde te maken? Wel, zoals het woord zelf al weggeeft, zegt het gezegde iets. Maar wat? Een gezegde zegt iets over het onderwerp. Het onderwerp kan de ijsbeer zijn, de vleeseter, hij, enzovoort. Over dat onderwerp zegt een gezegde wat het is of wat het doet. Zo is de ijsbeer het grootste landroofdier en is hij ook een carnivoor. Wat doet de vleeseter dan? Hij leeft in het Noordpoolgebied en hij jaagt op zeehonden. Op die manier kunnen we twee soorten gezegdes onderscheiden. Het naamwoordelijk gezegde en het werkwoordelijk gezegde. Het naamwoordelijk gezegde, of afgekort NWG, drukt een toestand of een eigenschap uit van het onderwerp. Die zegt dus met andere woorden wat het onderwerp is of wordt. Bijvoorbeeld, elke ijsbeer wordt een goede zwemmer. Dat is dus een eigenschap van elke ijsbeer. Ook bij de zin het dier is ongelooflijk snel, drukt het gezegde een eigenschap uit van het dier. Een werkwoordelijk gezegde drukt een actie of een gebeurtenis uit. Het zegt dus met andere woorden wat het onderwerp doet of wat ermee gebeurt. Deze jager leeft meestal alleen. Hier doet het onderwerp iets. Hij werd neergeschoten. Hier doet het onderwerp niet zelf iets, maar er gebeurt iets mee. Hij werd namelijk neergeschoten. Het werkwoordelijk gezegde korten we af met WWG. Je ziet nu ook het verschil in betekenis tussen deze twee soorten worden. Een goede zwemmer worden drukt een eigenschap of een toestand uit. Neergeschoten worden drukt een gebeurtenis uit.